Oké, die loopt. Nou, ook welkom voor de kijkertjes thuis, die later inschakelen bij deze sessie 8 van Genootschap van Contentstrategen. We gaan beginnen met Vincent. Vincent heeft het verleden in ieder geval, doe ik het toch een heel klein beetje, met alles wat te maken heeft met redactie, interne communicatie. Business editor is nu zijn functie bij Vodafone Ziggo. De rest mag hij allemaal helemaal zelf vertellen. Vincent, deel je scherm, deel je verhaal, doe the floor is yours. Top, dankjewel. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Yes. Altijd even dubbelchecken. Ik ga het met jullie hebben over creatieve raakschieten. Dat kun je namelijk op een heleboel verschillende manieren doen. Nu en in de toekomst. Ik ga dat vertellen. Ik ben Vincent Meerk. Ik noem mezelf ook wel creatieve content coach. Verschrikkelijke term. Heb ik ook een leuke column over geschreven. Maar zo weten mensen mij wel te vinden. Ik help bedrijven en ondernemers met doeltreffend communiceren en creativiteit stimuleren. Over dat laatste heb ik ook een boek geschreven. Speelskills heet dat. En dat is nu te koop in elke zichzelf respecterende boekhandel. Maar in mijn dagelijks leven ben ik ook gewoon, net zoals jullie, contentstrateeg. Of ja, ze noemen het ook wel redacteur, hoofdredacteur. Bij Vodafone Ziggo doe ik dat. Dat doe ik 4 dagen in de week. Ja, je moet het zo voor je zien dat ik de LinkedIn-kanaal samen met mijn collega Jan, die wellicht ook in de call zit. Hallo Jan. Runnen we het LinkedIn-kanaal van Vodafone Ziggo. Maar ook de corporate website vullen wij met content, vooral storytelling. En sinds kort ben ik ook lid van het Genootschap voor Contentstrategen. Het Genootschap voor Contentstrategen. Ja, hartstikke mooi. Daar hielp mijn robot mij even bij. Want ik ga het met jullie hebben over de toekomst. We kijken graag in de toekomst. Een strateeg die houdt ervan om in de toekomst te kijken. Natuurlijk een contentstrateeg al helemaal. Omdat hij wil weten langs welke wegen hij zijn content moet sturen. En zoals we weten sinds Back to the Future, de toekomst is volop met nieuwe wegen geplaveid. En dan kom je al gauw in het virtuele terecht. Misschien herkennen jullie deze plaatjes en denken jullie meteen, ja precies, dat is Metaverse. Dan heb je het fout, want dit zijn plaatjes van Second Life. Maar inderdaad, het virtuele rondstappen van de mensheid, dat fascineert ons. En daar is heel veel content mogelijkheid te halen. Ik ga heel even inbreken, want jouw tekst suggereert dat wij het scherm zien wat we volgens mij niet zien. Oh, is dat zo? Kijk. We zien nog jouw eerste slide van jouw katapult. Oh, hey, dat is bijzonder. Dan, gaan daar dingen mis. Let's see. Dan ga ik hem even zo doen. Wat zien jullie nu? We gaan allemaal terug naar Second Life, dus. Nu heb je niks. Nu zie je niks. Oké. Okay. Nee. Kijk. Ja, schitterende magische wetten van de techniek. Let's see. Dan gaan we dat nog een keertje opnieuw doen. Ik denk dat het handig is als je eerst je PowerPoint start en dat je dan verwijst naar de goede window. Ik denk dat dat... Want we zagen meer de werkversie van je slides dan de presentatieversie. Ja, maar toen ik hem daar op zette doen, deed hij niks meer. Dus ik ga nu even kijken. Okay. Let's see. Nu kan ik alleen dit delen. Nou, dat is niet handig. Nou, dat, hij pakt hem in zijn geheel niet. Heel vreemd dit. Dat Google die Microsoft dwars zit? Wie weet. Ja, dan is onder plaatjes een beetje ingewikkeld te vertellen. Een venster delen dan, doet hij dat? Ook niet. Mijn volledige scherm dan delen, is dat een optie? Dan doen we dat maar. Oké, laten we eens even kijken of dit dan werkt. Wat zien jullie nu? Nee. Nee, nog steeds niet. Oké. Okay. Net zagen we nog wel iets, in ieder geval. Dat je inderdaad iets aan het delen was, maar nu gebeurt er... Kijk. Nu komt er wel iets. Ja. En nu zien jullie slide 2? Ja. Oké. Okay. Ja. En dan doen we gewoon even op deze manier, niet op de presentatiestand, maakt ook allemaal niet zoveel uit. Nou, ik had het al even over de toekomst in het verleden inmiddels.
Dus die slaan we even over. De nieuwe wegen, daar hadden we het over. Metaverse. Nou, dat grapje gaat nu al mis, want het is dus niet Metaverse wat je hier ziet, maar dit is Second Life. Wat ook steeds vaker voorkomt, is dat zelfs de influencers virtueel worden. Dus er zijn veel mensen die virtuele figuren volgen en kijken waar zij mee bezig zijn. En ja, de wereld wordt virtueler en ik kan je vertellen, ook onze collega's gaan virtueler worden. Want de robot is in aantocht niet zozeer om onze baan over te nemen, maar ik ben ervan overtuigd dat de robot op pad is om onze baan wat makkelijker en relaxter en creatiever te maken. Want zodra wij AI toelaten in ons mooie werk als contentstrateeg, dan gaat er meer van ons gevraagd worden op het creatieve vlak. Dus de toekomst zit vol met creativiteit en die moet grotendeels van ons komen. Tuurlijk, robots kunnen ook muziek maken, hebben we inmiddels gemerkt, en andere mooie dingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de robot en de mens hand in hand gaan, waarbij de mens nog steeds de grootste bron van creativiteit zal zijn. Wat kun je voor elkaar krijgen met creativiteit? Een hoop. Let op. Creativiteit, de basis is anders denken of dingen op zijn kop zetten. Soms letterlijk. Ja, als jij een beter product wilt maken, moet je het misschien even helemaal omdraaien. Zoals de glazen fles Heinz tomatenketchup. Als die valt, breek je je teen als die op je voet valt. Het was heel onhandig om dat onderste uit die fles te halen. Je moest je knijterhard op rammen. Nou, nog meer nadelen. Bijvoorbeeld, het duurde heel lang voordat je iets uitkreeg. Uiteindelijk, door creatief te denken en de zaken die jij weet van het gebruik van de klant, die gooi je op een stapel en daar ga je creatief mee brainstormen. En uiteindelijk kom je erop om dat ding op zijn kop te zetten, van plastic te maken en knijpbaar. Nou, zijn al die problemen in één klap opgelost en je hebt een beter product. Nou, het kan ook bij ons schitterende vak van verhalen vertellen. Dit is de Outlaw Bike, een voorbeeld. Het komt uit Brazilië. In Brazilië betaal je 70% belasting over een fiets. Maar je betaalt slechts 12% belasting over een meubelstuk. Dat is een interessant gegeven, dachten deze makers, want ze willen graag een fiets verkopen. Ze hebben ervoor gezorgd dat ze een bouwpakket hebben gemaakt waarvan je niet alleen een fiets, maar ook een meubelstuk kan maken. En door het op die manier aan te bieden, betaal je dus veel minder belasting. Je koopt dat meubelstuk, in ieder geval het bouwpakket, je neemt het mee naar huis en daar maak je er gewoon een fiets van. Zo kan dat. Dat is een originele manier om zo'n product in de markt te zetten. Maar het is ook een originele manier om deze waanzinnige wet die dit mogelijk maakt op de korrel te nemen. Dus op die manier, de creativiteit kan ervoor zorgen dat je anders kijkt naar de wereld en dat je anderen anders laat kijken naar die wereld. Maar als je kijkt naar hoe je creatieve gedachten opwekt, dan zit het vooral in het speelse gedrag van je hoofd. Creativiteit is simpelweg spelen. En hoe je dat spel speelt, ja, dat doet iedereen op zijn eigen manier. Maar één ding is kraakhelder. Zonder open te staan voor de wereld, voor gedachten van anderen, ideeën van anderen, openstaan voor inspiratie, laten we het zo zeggen. Zonder dat gaat het nooit lukken. Dus als je één tip wil meenemen over creatief denken, sta open voor inspiratie en sluit je dus niet te veel af. Hoe sluiten de meeste mensen zich af? Ja, ook wij, contentstrategen. Dat is door aannames te doen. Aannames over de doelgroep, aannames over wat er wel, wat er niet zal werken, aannames over ja, gewoon dingen die je al weet van vroeger, hè, alle kennis die je hebt opgebouwd. Maar geloof mij, zoals ook hier staat op het prachtige oud-Hollandse tegeltje, assumption is the mother of all mess-ups. Of zoals je hier dat andere woord kan lezen. Ik ben ervan overtuigd dat wij ook in contentland heel veel aannames doen. En die zijn lang niet altijd gestoeld op feiten, data of andere zaken. Maar gewoon op een gut feeling. Ik voel het niet helemaal, dus ik doe het maar op deze manier. Heel veel mensen denken bijvoorbeeld dat alle content ultra kort moet zijn. Ja, TikTok, dat zijn filmpjes van 15 seconden of wat dan ook. Het moet kort, langer willen mensen niet meer kijken. Ondertussen worden trouwens de bioscoopfilms steeds langer, kan ik je vertellen. We kennen ook het verhaal van Maxim Hartman, die zei van jongens, mand is genoeg, je moet het zo kort mogelijk houden. Een heel komisch filmpje, maar langzaam maar zeker weten wij natuurlijk ook wel dat het niet alleen maar die kant op gaat. En onze speelkameraden, als je het spel speelt van communicatie, content, maar vooral ook van creativiteit, dan heb je dus straks die robot ernaast en die kan jou heel erg helpen hierbij. Die is onwijs goed in het onderzoeken van dingen.
Nou, dan laat je hem even losgaan. En dan komt hij met dit soort onderzoekjes op de proppen. Waaruit blijkt dat bloggers die veel woorden gebruiken, over het algemeen toch wel heel goed scoren. En meer van dat soort informatie, dat Google-resultaten er niet om liegen. En dat ook de meeste links, crosslinks, toegaan naar pagina's waar toch wel vrij veel tekst op staat. Nou, dat gekoppeld aan het feit dat je via storytelling, want dat kan die robotvriend van ons ook hartstikke goed uitdiepen, mensen op een bepaalde manier aanzet. Ik vertel jullie geen nieuws, hè. Dit mag allemaal als gesneden koek beschouwd worden, denk ik, voor contentstrategen. Maar als je die dingen dan creatief combineert, dan kom je terecht op bijvoorbeeld scrollytelling. Dat is dus dat je in hapklare brokken de content op een leuke manier aanbiedt met heel veel visuele aantrekkingskracht. Maar tegelijkertijd is het nog steeds een takkenlange tekst, maar je biedt hem aan op een manier waardoor iemand op zijn eigen tempo daar doorheen kan scrollen. Waardoor die eigenlijk zijn eigen Netflix aan het creëren is met beelden en misschien ook wel met video, waarin jij het verhaal tot die persoon krijgt. Nou, het kan op heel veel mooie manieren. Hierboven zie je een voorbeeld van de BBC die vertelt hoe archeologen te werk gaan. Hieronder zie je een moordverhaal uit Runner's World, waar een hardloper vermoord was en uitgelegd hoe dat stap voor stap voor stap en moment na moment verliep. Nou, lang leven die speelkameraad van ons, die collega, want daardoor zijn we data gedreven en hebben wij meer oog voor de data details. Spotify is daar een aardig voorbeeld van. Iedereen die die app gebruikt weet dat je allerlei tips krijgt van, goh, jij luisterde dit, dan vind je dit waarschijnlijk ook weer interessant. Hele wrap-up van jouw jaar, wat heb je allemaal geluisterd? Super toffe data, maar wat kun je daar nog meer mee? Hè? Zijn het alleen maar koude data of kunnen we er ook wel iets menselijks mee? Nou, wat ik cool vind van Spotify is dat ze dus die data gebruiken voor een campagne die het menselijke naar boven haalt. Namelijk, wie zijn die gebruikers eigenlijk van Spotify? En nee, niet met naam en toenaam, maar bijvoorbeeld wel op deze manier met lokale billboards waarin zij iemand in Venice Beach aanspreken. Dear person in Venice Beach who listened to Adele for 4 hours straight on Valentine's Day. We hope you're okay. Dat soort menselijke interactie, want ik schat zo in dat dit mensen zijn die deze teksten schrijven. Misschien kom ik helemaal droog uit, maar ik vind dit een leuke manier om al die data die nullen en enen betreffen, om te zetten in iets waarmee je ook nog lokaal richting personen communiceert. Ander voorbeeld van IKEA. Die hebben op een gegeven moment ervoor gekozen om tijdelijk de namen van enkele producten om te turnen in de belangrijkste zoekcriteria. Dus in dit geval heet opeens de Hemnes, wat een bedbank is, die heet niet meer Hemnes, maar die heet tijdelijk Mijn Partner Snurkt. Namelijk de reden waarom je zo'n ding zou kopen. Nou, op die manier ga je creatief om met data. En ik denk dat dat speelplezier, die creativiteit, veel belangrijker gaat worden in de toekomst. Mijn tip daarbij voor jullie is, kijk naar de structuur om je heen. Ja, dat kan je medium zijn, dat kan je werkplek zijn, je woonplaats, de plek waar jij je werk meestal doet, je collega's, al dat eromheen. Bedenk goed hoe jij omgaat met die structuur. Want volgens mij zit daar een belangrijk startpunt van creativiteit. Veel mensen zeggen structuur heeft niets te maken met creativiteit, want het is immers spelen. Maar je moet eens weten hoe goed een kind kan spelen in een hele kleine ruimte waarin je hem de ruimte geeft. Waar je gewoon zegt, jij gaat nu hier zitten op deze stoel en je mag er niet vanaf komen. Nou oké, die verveelt zich al snel, gaat op zijn kop op die stoel zitten, gaat rijden met die stoel, maar hij komt niet van de stoel af. Dus de begrenzing zorgt voor creatieve uitdaging. In dit geval kun je een structuur op 3 manieren, in elk geval moet ik eigenlijk zeggen, kun je een structuur op 3 manieren gebruiken. Als gevangenis, ja, je kan het zien als, ik ben opgesloten in deze structuur, kan ergens heen, het zit niet anders. Je kan het zien als houvast, met andere woorden, een heel duidelijk kader zie ik voor me. Ik weet welke kanten ik ongeveer op kan. Dank je wel voor die houvast. Ik doe gewoon rustig mijn werk. Je kan het ook zien als een speeltuin. En dan ga je als een beest tekeer binnen de grenzen die er zijn. En dan ga je dus ook oplossingen zoeken die je eerst niet zag. Of manieren zoeken om de grens op te zoeken, er net niet overheen te gaan, maar wel creatiever te zijn. Als voorbeeld, kijk eens over de hokjes heen en ga samenwerken met andere afdelingen met wie je normaal gezien samenwerkt. Kortom, dat spel van creativiteit draait allemaal om kansen zien. En nu gaan we even back to the future, terug naar de toekomst. Want
Altijd al even over metaverse. Metaverse is zeg maar iets waar we ons helemaal blind staren en bijna kwijlend naar kijken. Daar zal het allemaal wel gebeuren. Fantastisch. Schitterend. Ik daag je uit om dat niet zozeer te zien als een technisch onderdeel, systeem of zo van communicatie. Ik daag je uit om het te zien als een beleving. Dus zorg ervoor dat je nadenkt over hoe gaan mensen in de toekomst, of vandaag al, mijn merk beleven. En dan heb ik een paar voorbeelden voor je uit een onverwachte hoek wellicht. De museumhoek namelijk. Next Museum in Amsterdam is een museum waar je door kunstwerken heen loopt. Er hangt niks aan de muur, maar de muur overkomt jou als kunstwerk. En je loopt ergens doorheen en er worden allemaal lichtshows gehouden en dat soort zaken. Hetzelfde geldt voor Remastered in Rotterdam, aan de voet van de brug daar, van de Erasmusbrug. Daar hebben ze ook letterlijk een remaster gedaan van de Hollandse meesters. De Hollandse meesters worden daar op een totaal andere manier wakker geschud met hun kunst. Je loopt door bewegende Mondriaan schilderijen, Rembrandt komt langs, Van Gogh, noem maar op. In Den Haag kun je naar het Kunstmuseum Den Haag en daar heb je in de kelder, met name voor kinderen bedoeld, je krijgt een iPad in de hand en je rent van de ene wonderkamer naar de andere, waar je allemaal interactieve dingen kunt doen met ja, wat normaal gezien platte schilderijen of andere kunst was. Je denkt na hoe jij als architect iets zou bouwen. Je gaat aan de slag met een kunsthal samenstellen. Nou, super toffe dingen die je kan doen met ja, feitelijk wat normaal gezien platte communicatie was. Geldt ook voor de toekomst van cinema. Dit is een bioscoopfilm, Guardians of the Galaxy deel 2. Die is als immersive experience ook uitgebracht in Londen een tijdje terug. En dat kwam er dus op neer dat je daar die film op een totaal andere manier beleeft. En dan rij je volgens mij op een gegeven moment jeeps naar binnen. Er komen allemaal figuranten bij bepaalde scènes bijstaan, zodat je echt voelt van, oh, ik ben echt onderdeel van wat er hier gebeurt. In plaats van, ik zit gewoon popcorn knagend in een stoel naar een film te kijken. Dus denk iets meer vanuit de beleving. En als je dat gaat doen, dan kom je soms op leuke ideeën. Kijk naar deze Sprite douche. Ja, in de vorm van zo'n spuitmachine. Ik hoop wel dat er gewoon water uit kwam, by the way. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar dit leuke evenement wat ze bedacht hadden voor een matrassenfabrikant. Midden in een poptempel hadden ze een piano neergezet die hele trage, klassieke, slaperachtige muziek speelde. En iedereen kon daar proef komen liggen op het brandnieuw matras van die matrassenfabrikant. Nou, op die manier beleef je, maak je mee hoe het is om te liggen op dat product. Maar zorg je er ook voor dat mensen ja, gewoon lekker in de sfeer komen om een stukje te snurken. Nou, zulke dingen, probeer iets meer vanuit die beleving na te denken. En ik denk dat mensen dat 1, 2, 3 beter kunnen, omdat het natuurlijk beleving is iets wat mensen beleven. Schat ik in dat mensen dat vaak wat beter kunnen dan robots. Nou, dan heel kort nog eventjes, hoe bedenk je nou zulke ideeën? Want je bent natuurlijk wel benieuwd hoe je tot creatieve ideeën komt. Nou, standaard brainstorms, die kennen we misschien allemaal wel. Ik heb er een paar meegenomen die misschien iets minder standaard zijn, of misschien nog niet bekend voor jou. Allereerst eentje die je heel makkelijk met jezelf kan doen. Dat is de bloem. Je schrijft in het midden van een rondje, schrijf je het thema of de creatieve vraag die jij hebt. Of misschien wel de creatieve vraag die een opdrachtgever bij jou neer heeft gelegd. Over, goh, maak content over dit of dit. Of hoe gaan we dit probleem oplossen of neerzetten. Nou, schrijf, zet allemaal bloembladeren, teken die eromheen en ga daar per bloemblad een idee wat je daarbij krijgt opschrijven. Het kan er namelijk voor zorgen dat je heel snel op aparte gedachten terechtkomt. De eerste paar dingen die je op zal schrijven, die zullen een beetje standaard zijn. Ja, dat zijn de eerste dingen die je bedenkt. Vaak de logische dingen, de logica slaat dan toe. Maar kort daarna zul je merken van ja, ik weet het niet meer, ik schrijf maar wat op. Maar die dingen zijn vaak het meest waardevol om op verder te brainstormen. Nou, in je eentje kun je deze altijd inzetten. Het kost je 5-6 minuten tijd en dan heb je daarna soms wel 20 nieuwe ideeën om op verder te borduren. Locan is de superheld. Voor mensen die alleen denken aan Superman en Batman, heb je hier een reeks van, ik geloof, 100 superhelden neergezet. Misschien zit er eentje tussen die jou aanspreekt. Dan ga je heel simpel de vraag stellen, hoe zou superheld X omgaan met deze situatie? Welke krachten zou hij of zij inzetten? En hoe kan ik zulke dingen gebruiken bij mijn probleem of bij mijn creatieve oplossing?
In dit geval bijvoorbeeld, stel je hebt een superheld in gedachten die extreem scherpe ogen heeft of zo. Dan ga je kijken, oké, als ik nu inzoom op mijn probleem, welke kleine dingen kan ik hier uithalen waarmee ik weer creatief verder kan? En zo zijn er nog een aantal mogelijkheden. Ik ga daar even snel doorheen. Dit is de alfabet brainstorm. Die is nog simpeler. Schrijf de letters A tot en met Z op een groot vel. En zorg ervoor dat daarachter wat ruimte is om dingen op te schrijven. Zet bovenop jouw creatieve uitdaging die jij hebt. En ga vervolgens 26 ideeën bedenken in zo kort mogelijke tijd. Die beginnen met elk van de letters van het alfabet. Klinkt als een bizarre opdracht. En je denkt waarschijnlijk wel meteen van, oh, wat moet ik nou met de Q? Wat moet ik nou met de X? Maar geloof mij, dat komt allemaal goed. Nou, als je dit soort dingen doet, ook in een groep kan dat heel goed werken. Dan kom je binnen de kortste keren op nieuwe en creatieve wilde ideeën. Nou zijn we natuurlijk allemaal de laatste tijd nogal gewend geraakt aan thuiszitten. In combinatie met naar kantoor gaan. Daar heb ik ook iets voor, want heel veel mensen zijn daardoor een beetje kwijtgeraakt. Hoe doe je dat ook weer met een groep samen? Elkaar uit laten praten en met elkaar iets bedenken. Nou, door die twee te combineren in één brainstorm, los je dat probleem op. En daarom raad ik altijd de nominale groep aan als eerste groepsbrainstorm die je kan doen. Nou, ik wil niet zeggen na corona. Corona zit er wel een beetje op natuurlijk, maar ik bedoel meer, nu we weer wat vaker naar kantoor gaan, is het soms even wennen om dus zulke bijeenkomsten goed te runnen. In dit geval zou ik zeggen, gebruik de nominale groeptechniek. Die begint namelijk met de eerste ronde dat ieder, ook al zit je aan de tafel met elkaar, ieder voor zich solo ideeën gaat bedenken. En pas daarna, in de tweede ronde, ga je die ideeën aan elkaar proberen te koppelen. Dan los je niet alleen op dat mensen het misschien een beetje heftig vinden om weer met iedereen in gesprek te gaan zo, in zo'n hele grote groep, of dat het te veel energie kost. Maar dan los je ook op dat de wat stilleren onder ons, de introverten, dat die niet een muurbloempje worden tijdens de meeting, maar dat die in die eerste ronde net zo hard kunnen meepraten als de extraverten. Gratis tip om je volgende brainstorm beter te laten verlopen. Natuurlijk moet je daarna nog wel even doorzetten, want na de brainstorm, hè, daar ligt een grote gevaar op de loer, dat jouw prachtige idee wat je hebt uitgewerkt, dat in de stoffig lab belandt. Nou, als je meer tips daarover hebt, hoe je dat voorkomt, raad ik je aan om maar even contact met mij op te zoeken of wellicht het boek te scoren. Want voor nu is het game over, want de tijd zit erop. Wil je meer weten over het leren van de speelskills? Dan nodig je van harte uit om een keer contact te leggen. En ik hoor vooral ook wat de vragen zijn van jullie. Ja, dankjewel, Vincent. Een soepel verhaal. Nou, ga ik er even vanuit dat je deze technieken ook zelf toepast als in je werk, ook bij de Vodafone Ziggo. Dit is, hoe pak je het aan? Wat zijn de belangrijkste lessen van de praktijk daarop? Weet je, de praktijk is altijd net iets weer barstiger dan de slides. Waar loop je zelf het meest tegenaan? Mag ik in de tussentijd iedereen die een vraag heeft uitnodigen om die of dadelijk te stellen na mij, of alvast in de comments te dumpen, dan kan ik ze ook stellen als je een beetje camera shy bent. Sorry, Vincent, ga je gaan. Ja, nee, het is absoluut waar. Kijk, je hebt natuurlijk altijd te maken met veel dingen die je met veel mensen moet afstemmen, bijvoorbeeld. Maar wat je wel merkt is dat zodra je die creatieve technieken toepast, waarbij je ook die mensen met wie je normaal gezien die afstemming doet, betrekt, dan kan dat wel heel erg interessante zaken opleveren. Kijk, heel veel mensen die zeggen, we gaan gewoon met een paar creatieve contentmakers samen zitten en dingen bedenken. Maar ik ben er altijd wel voor om daar ook een paar vreemde eenden in de bijt neer te zetten. En dan misschien niet alleen de mensen met wie je je content afstemt, maar misschien ook iemand die uit de praktijk komt, misschien wel een klant of iemand die met een hele andere blik ergens naar kijkt. Iemand van een totaal andere afdeling of iemand die echt totaal anders in elkaar zit dan jijzelf. Ik zeg altijd maar, wij zijn geneigd, ik zeg niet dat wij dat allemaal doen, maar ik hoor het vaak gebeuren, dat contentmakers zichzelf zien als een hele belangrijke doelgroep, terwijl hun doelgroep bestaat uit mensen die ook wel eens heel anders kunnen zijn dan jijzelf. En dan zeg je, ja, maar ik vind het tof, dan zal iedereen het wel tof vinden. Nou, kijk er nog eens even met andere ogen naar. En dan kan het heel erg helpen om in zo'n sessie met meerdere blikken daarna te kijken.
En waar je natuurlijk wel eens tegenaan loopt, is dat je in de vorm de creativiteit een beetje kwijtraakt, omdat mensen qua afstemming of qua technische mogelijkheden, die misschien, zodat jij een geniale animatie in gedachten hebt, maar het lukt niet allemaal om het zo te maken als je wil, dat het toch iets tweedimensionaler wordt bijvoorbeeld. Dat is nog wel eens gebeurd, dat je toch iets in je dromen bij wijze van spreken al voor je ziet en na zo'n creatieve sessie helemaal los daarop gaat, dat je uiteindelijk het eindproduct ziet en dat je denkt, goed, dat is ook oké. Maar goed, op zich, de verwachtingen die ik had waren wat hoger. Ja, dat komt wel eens voor. Maar het mooie daarvan is dan weer, de doelgroep ziet het voor de eerste keer. Die heeft het niet in zijn dromen gezien. Dus die gaat gewoon af op datgene wat jij voorschoot. Is dat een beetje antwoord op jouw vraag? Ja, dat is zeker een beetje antwoord op mijn vraag. En de vervolgvraag is dan natuurlijk, heb je een voorbeeld, ik weet niet of je het concreet kan noemen, maar heb je een voorbeeld van een idee waar je gewoon trots op bent dat dat zo tot stand is gekomen? Ja, nee, zeker. Wij hebben, toen ik begon bij Vodafone Ziggo, ik vind het heel tof wat ze daar doen, is dat ze heel veel mensen uitnodigen om met een monteur op stap te gaan. Ook mensen die gewoon in een kantoorfunctie zitten, of een dag lang bij het callcenter te zitten en meegenomen te worden daarin. En wat ik tof vond, was dat die mensen die als monteur werken, die kunnen heel levendig vertellen over hun werk. Alleen, het wordt voor iemand die daar heel ver vanaf staat, niet gauw tastbaar. En toen hebben we best wel lang gekeken naar, met een paar techneuten en een aantal mensen die ook op communicatiegebied wel kundig zijn, hebben we gekeken, hoe kunnen we dit er nou voor zorgen dat voordat iemand met zo'n spreekbeurt begint over van dit is draadje I, dit is draadje X, dat je toch al een beetje een beeld hebt. En toen hebben we uiteindelijk een videootje gemaakt waarin we zowel het vaste netwerk als het mobiele netwerk uitleggen in een animatiefilmpje van, ik geloof dat het in totaal 2 minuutjes is, waarin gewoon heel kort wordt uitgelegd van, hoe werkt dat nou precies? Waar gaat dat ding de grond in? En wat kom je dan allemaal tegen? Welke kastjes zijn er eigenlijk? Hoe verschillen die van elkaar? En wij dachten, als je dat laat zien, 2 minuten, en je gaat daarna een zwaar technisch verhaal vertellen, dan heb je allemaal mogelijkheden om terug te verwijzen. Zo van, waar ik het nu heb, dat is kastje 2, wat je net zag, weet je nog, in het filmpje. En op die manier hou ik er heel erg van om best wel ingewikkelde communicatie plat te slaan tot, noem het desnoods een jeugdjournaal itempje. Weet je wel, waar je toch even neerzet van, deze twee landen hebben ruzie met elkaar. In dit geval van, het gaat de grond in, die kabel, en dan komt het langs verschillende kastjes. De een groot, de ander klein. En we leggen even uit wat die daar ongeveer doen. Dus op die manier, en dat is wel eentje waar ik trots op ben, vanwege het feit dat het gelukt is, om dat simpel te houden. Mede door de input van de techneuten en ook de frisse blik van de communicatiemensen. En dit wat je benoemt is echt een beetje een campagneachtige setting waarin je dit hebt toegepast. Stel nou dat er gewoon mensen zitten hier die meer op een redactieachtige rol zitten. Is het daar ook toepasbaar in het redactieoverleg op de maandagochtend? Of? Dat denk ik zeker. Kijk, je kan sowieso, is het heel goed om naar een standaard overleg, wat je elke week hebt, om daar eens een keer anders naar te kijken. Bouw een keer een rubriek in, die je nog niet eerder hebt bedacht, wat dan ook. De puntje van de week of dit vond ik het tofste artikel, want gooi zoiets er een keer in. verander de volgorde eens een keer. Ik geef vaak als tip, volgens mij is het een Japanse techniek, als ik het goed heb, waar je de jongste persoon in de call altijd als eerste laat reageren op iets, of iets laat zeggen. Omdat hij vaak de meest frisse ideeën heeft. In plaats van dat iedereen gaat wachten tot de baas iets zegt, bijvoorbeeld, wat ook nog wel eens gebeurt. Dus gooi dat soort dingen eens om, door creatief, om tot creatievere ideeën te komen. En wat je ook wel eens zou kunnen doen, is dat je van tevoren zelf al een creatieve brainstormvorm in je eentje of met z'n tweeën hebt gedaan, waar iets uitgekomen is waarvan je denkt, jongens, ik wil het even tegen jullie aanhouden. Als wij dit idee neerleggen bij jullie, waar denken jullie dan meteen aan? Weet je wel? En op die manier kun je ook soms binnen een minuut of binnen 2 minuten op nieuwe gedachten komen, nieuwe ideeën tot je nemen. Dus het hoeft lang niet altijd zo te zijn dat een brainstorm leidt tot de oplossing van een wereldprobleem of tot de ultieme versie van jouw content. Het kan ook een tussenstap zijn,
of een hinkstapsprong naar een volgende idee. Ja, en eigenlijk zijn het elke keer, dat is mijn vertaling van wat jij zegt, het zijn eigenlijk technieken om je uit je vaste riedel te trekken en eventjes anders naar dingen te kijken en dat helpt je met dat speelse. Ja, zeker. En dat helpt je om die ketchupfles om te draaien. Wouter, jij had een vraag. Kom er maar in. Ja, ik sta aan. Ik denk dus dat in zo'n proces is het ook leuk om je eindgebruiker in te trekken, bij te betrekken. Want ja. je hebt dus alle schakels genoemd, maar niet wie dus die kastjes en die kabels enzovoort. Je maakt video's en die geeft jou een hele... Die techneut is fantastisch, maar de schakel tussen eindgebruiker en techneut, daar moet je het volgens mij van hebben. Ja, nee, dat is absoluut waar. Nee, we hebben ook wat dat betreft de hele video's verteld vanuit de eindgebruiker ook. Hoe die ermee omgaat inderdaad. Ja, nee, goed dat je dat zegt. Ja, ja, nee, het is echt we hebben daar een verhaal van gemaakt waarin... Ik zal straks een link wel even delen. Verhaal van gemaakt van, Jantje, die moet tickets bestellen voor een concert of zo, weet je wel. En het gaat op die en die en die manier. Welke stappen zet hij om dat voor elkaar te krijgen? En daarna belt hij zijn vrouw op. Hoe werkt dat dan weer? En dan zoom je echt in op de situatie bij de klant. En dat hebben we inderdaad ook gedaan met, hoe ziet zo'n kamer er normaal gezien uit? Hoe zit iemand te werken? Dat soort dingen hebben we erin verwerkt. Plus dat zo'n monteur die het komt monteren, die is natuurlijk ook, die moet het uitleggen als er vragen zijn. Ja. En dan heb je die video en dan heb je dus de hele cirkel rond. Precies. Ja, mooi. Oké. Vincent, ik ben ook wel benieuwd ook om een bruggetje te slaan naar de andere presentator na de pauze straks. Zijn er ook stukken content dan voor je wel, waarvan je wel gelooft dat we het al vrij snel zullen kunnen maken met AI? Jazeker. Ja, ja, ja. Ja, en kijk, maken met AI, ik zie dan altijd nog wel een stel menselijke ogen daar overheen gaan, ja, ja. Zo'n eindredacteur, ja. Obviously. Maar los van vertalingen, hè? Want de vertalingen weten, hè? Google Translate en DeepL, ja. Ja, ik denk dat we allemaal ons daar allemaal aan bezonderen, maar... Ja, nee, ik denk een kort verslag van een bijeenkomst of wat dan ook. Ik zie dat echt wel gebeuren dat een robot dat prima kan. En ook aankondigingen van zaken, nieuwsberichten. Er wordt al uitgebreid geëxperimenteerd met voetbalverslagen. Hè. Dat is jullie misschien ook al bekend. Dat die al, zeker op lokaal niveau, volledig worden geschreven door robots. En er staan beursberichten geloof ik ook. Ja, precies. En er staan dan ook pakkende zinnen in van die voetbaltermen en zo. Graai maar in de ton en dan staat er een leuke zin. Ja. Daar geloof ik zeker in. Maar goed, nogmaals, net ook eventjes een paar nummers opgezocht die door robots gecomponeerd zijn. Ook dat kan. David Bowie had geloof ik ook al een machine in elkaar gedraaid. Waar die regelde dat er allerlei teksten samenkwamen. En daar werd dan toch iets poëtisch genoeg van gemaakt. Waar die een nummer van kon maken. Dus ik ben er echt van overtuigd dat soort dingen gaan lukken. Of nu al lukken zelfs. Maar ik denk toch dat de beste communicatie voortkomt, tenminste de beste communicatie bedoeld voor mensen even dan, dat die voortkomt uit het mede uit het brein van een mens. Dat mens tot mens communicatie het best blijft werken. En dat we daar hulp van robots bij hebben, ik verwelkom ze met open armen. Lijkt me geweldig om met AI te gaan werken, want ik denk dat ze ons werk leuker, creatiever en gewoon veelzijdiger maken. Ja. Top. Nou, dat is dan een hele mooie brug naar de volgende spreker. Maar daar gaan we nog wel heel even op wachten. Want we zijn robots, dus plaspauzes en dergelijke zijn altijd welkom. Dat doen we even 5 minuutjes. Pak een koffie, pak een andere versnapering. Doe je ding. En dan over 5 minuten zijn we terug met Edwin. Tot zo. Dankjewel Vincent natuurlijk. Dankjewel Vincent. Ja, jullie bedankt. Top. En je ideeën. Tot zo. Tot zo.
En Poetin heeft nog steeds geen kernoorlog aangekondigd. Dus we kunnen denk ik het tweede deel nog wat doen. Was het, stond dat in de planning vandaag dan? Ja. Oh. Heb je ook Prinsjesdag? Ja. Die heeft ook een koffertje. Ja, de hele idee is dat hij nu ergens rond deze tijd een toespraak zou houden waarin hij de oorlog verklaart en de mobilisatie aankondigt en weet ik het allemaal. Oh, daar heb ik hem al niet meegegeven. Nee. Zit in een andere bubbel dan jij denk ik dan. Ik heb zo'n bron in het Kremlin. Dus. Maar goed, laat het vrolijk houden, hè? En dat soort dingen. En we kunnen langzamerhand wel weer een beetje. Want het is 9:15. Heel veel mensen hebben hun camera's niet aan, dus dan weet ik niet of ze er zijn. Maar kijk, Martijn is terug. Nou, dat is het startsein. Ik hoop dat jullie net zo lekkere koffie of andere dingen hebben gepakt als ik. We gaan door met het tweede deel van het programma. Na het verhaal van Vincent gaan we naar Edwin. En ik heb het even opgezocht, Edwin. De eerste keer dat ik jou zag was bij The Floor is Yours. Vandaar dat ik net even die woordspeling maakte bij Vincent. The Floor is Yours van Online Tuesday in december 2012. En toen had jij wel eens wel geteld 1 of 2 blogposts geschreven op Markteffects. En toen had jij het over. Iedereen was bedrijfspitjes aan het doen en jij had het over inbound marketing. Jongens, dit is de toekomst. Nou, en vervolgens heb jij heel veel content geschreven daarover, meer dan 100 artikelen alleen al op Marketingfacts, maar op e-mails heb je misschien net zo fanatiek ongeveer, geloof ik. Allemaal om het evangelie van de inbound marketing ongeveer te verkondigen, als ik het even zo mag zeggen. Nee, daar is best een industrie omheen ontstaan sindsdien. En er is best wel het een en ander van uitgekomen. Dus nou ja, als we dan dat goeroegehalte dan even doorvertalen naar robots waar je ons in mee gaat nemen. Ja, misschien moeten we dan ook wel dit keer goed naar je luisteren. Dat is in ieder geval de houding waarmee ik ga luisteren naar jouw verhaal. Okay. Voor de mensen thuis, Edwin was ooit heel lang betrokken als marketing manager, denk ik dat het de functietitel was, maar in ieder geval als marketeer bij een metaalgroothandel in Brabant. MCB met die lage opleggers erachter. Zie je veel als je door Brabant rijdt. Maakte daarna de overstap naar Vencomatic en heeft nieuws op het front van zijn job, maar dat mag hij zelf doen. Opnieuw is de floor yours, Edwin, en dit keer over een ander onderwerp. Ja, dankjewel. Ik dacht eerlijk gezegd dat het een wedstrijdje zou worden tussen Vincent en mij over team mens en team robot. Maar... Ja, het valt een beetje tegen, hè? Maar misschien dat we dan gewoon als vrienden uit elkaar kunnen gaan, toch? Ja, nee, maar ik zag dat Vincent in zijn presentatie ook al over robots sprak. En ik moet eerlijk zeggen, mensen die mij kennen, die zullen het ook verbazen dat ik team robot ben. Omdat ik in mijn verhalen altijd vertel over authenticiteit en de mens achter het merk. En ik heb Vincent en zijn collega Jan ook wel eens geïnterviewd, ook in dat kader. Maar het is zeg maar de nerd in mij die dit onderwerp super interessant vindt. Dus dat is eigenlijk waarom, ja, het staat een beetje haaks op elkaar. Dus voordat ik mijn verhaal vertel, wil ik even een disclaimer. Dit is nu de nerd die spreekt, zeg maar. En wat ook bijzonder is, denk ik, is dat ik altijd een anti-robots was. Of in die zin, ik kon me niet voorstellen dat een robot ooit een mens of kon begrijpen zoals een mens kan begrijpen. En ja, inmiddels ben ik wel, heb ik wel een andere mening erover. Even kijken, ik zal even kijken of het mij wel lukt om te presenteren. Ik krijg meteen een melding. Van Apple dat Google geen rechten heeft. Even kijken. Dat vind ik wel een van de slechte dingen van Mac, is dat je elke
Ja, dat is ook een heel risico, hè? Op je Mac met een Google video conferencing tool een Microsoft applicatie openen. Dat is echt, zeg maar, is gewoon een kernoorlog in Silicon Valley die je nu ontketent. Ja. Even kijken, hij zou het moeten doen. Opnieuw. Nee. Ik wens het dan. Excuses hoor. Geen probleem. Het is meer excuses dat we Google gebruiken, geloof ik. Want dat lijkt een beetje de beperking te liggen. Voor Ank die binnenkomt, nee, we zijn niet bezig met een stilte-retraite. We zijn even aan het wachten tot Edwin kan gaan presenteren. Ja, Robin. Soms wel, meestal niet. Even kijken. Opnieuw. Nee, hij weigert. Is de kwestie van je browser? Kan ik jou de presentatie mailen? Oh, dat mag ook. Ja hoor. Heb je mijn mailadres? Zo niet, dan staat hij nu in de chat. Okay. In wat voor een format ga je hem sturen? Kijk, dat PowerPoint? Is... ja, PowerPoint. Ja, ik heb alleen Keynote, maar daar opent hij wel in goed in. Maar ik weet niet of je allemaal fancy stuff hebt bedacht. Want soms kan het daar wat minder goed mee gaan. We gaan ons best doen. Even kijken. Dat was goed, dus binnen. Ik druk aan het refreshen. Google heeft er nog van niks. En mijn Gmail. Waar dat hier op binnenkomt. Bericht te groot. Oké. Even kijken. Naar mij ja, Macintosh heeft een... Ja? Ik heb ook PowerPoint, wel PowerPoint. En misschien dat die bij mij al binnenkomt. Het is een hele grote presentatie.
Ja, 19 MB, dus dat is net op het randje, denk ik. Ja. Ik stel voor dat als je nu nog weer alsnog naar de toilet moet of koffie nodig hebt. Als je naar het toilet moet door de koffie van net, of dat je nu koffie wil omdat je net naar het toilet bent geweest. Doe dat gewoon, dan zijn we over 3 minuten gaan weer beginnen. Dan pakken we even die tijd om te kijken hoe we die presentatie aan de slag krijgen. Jij stuurt hem nou naar mij? Ja, ik probeer nog 1 keer. Even kijken. Wat je eventueel kan doen is dat je retransfer uploadt en dan de link gewoon in de chat deelt. Of naar ons mailt. Dan kunnen we allebei tegelijk gewoon naar die... Ja. Oké. Even kijken. En hoe maak ik daar een link van dan? Ja, onderin staat er een optie. Maar je kan ook gewoon naar ons mailen, dan komt het ook goed. Maar dan kunnen we allebei tegelijk downloaden en doen we een wedstrijdje wie het eerst heeft. Nee, ik ga niet naar jou, Bram. Dus de wedstrijd is al gewonnen. Daar komt nog steeds niks binnen. Ah ja, nu wel. Top. Ik wilde mijn scherm delen. Ik denk, dan ga ik Bram bieten. Maar ik heb geen rechten om te presenteren als het scherm wordt opgenomen. Dus. Oh. Dus. Oh, zou dat het zijn? Ja. Oké, nou. Ik heb hem inmiddels binnen. Downloads. Copywriting met AI. Kan ik dan de besturing overnemen? Goeie vraag. Let's try. Hoppakee. Ik doe hem even deze klassieke neer. Vet. Oké. Komt hij 59, dus als het goed is, is iedereen ook weer terug. En dan. Share. Yep. En ik weet niet of jij nu kan overnemen de besturing. Maar ik zou zeggen. Even kijken. Als jij zegt klik, dan klik ik. Ik zie niet dat ik kan overnemen, maar... Ik wilde mijn verhaal graag starten met een
stukje visuele AI. Dit is Jasper Art heet dat. En Jasper is de robot waar ik al een paar weken mee werk. En sinds een paar dagen kun je er ook visuele content mee maken. Vandaag wil ik wel vooral focussen op tekst. Maar ik kon deze niet onthouden. Dus vroeg iemand aan Jasper Aert van hoe ziet er de laatste selfie op aarde uit? En hij kwam met dit. En ja, ik vind het heel knap. Hè, want ik denk dat de aarde straks inderdaad overstroomd is als al die ijsbergen smotteren. Dus ik vind, ja, als je dit aan een robot vraagt, ja, je wordt er eigenlijk heel filosofisch van. Hè, wat is creativiteit? Als je dit ziet. Klik. Ja. Oh. Ja. Het principe is leuk. Ja, sorry. Ja, dus creatieve content van robots, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Ik heb inmiddels gemerkt dat het allemaal wat verder gaat dan slim knippen en plakken, wat robots kunnen doen. En dat het inderdaad ook lijkt alsof ze echt begrijpen wat je wilt dat ze voor je doen. Volgende klik. Ja, dus even over mezelf. Ik start binnenkort bij het bureau Comax. Daar ga ik een inbound marketing team opzetten. Dat heb ik natuurlijk al vaker gedaan. Ik vind zelf altijd belangrijk dat je, als je op een podium staat of presentaties geeft, dat je ook onderdeel van een bedrijf bent. Dus dat je ook weet hoe de praktijk is. Dus als ik praat over employee advocacy, dat je medewerkers en collega's moet stimuleren om meer van zichzelf te delen, meer content van het bedrijf. Dat ik ook weet hoe je collega's dat zelf zien en wat de weerstanden zijn, zeg maar. Dus het is altijd heel makkelijk om te roepen op een podium wat je als bedrijf moet doen. Maar ik vind het ook belangrijk dat je weet hoe dat in praktijk gaat. Ja, zoals Bram al aangaf, mijn focus ligt op inbound marketing en content. Dat zit er natuurlijk aan gekoppeld. Demand generation ben ik de laatste tijd in aan het verdiepen. Dat zit er heel dicht tegen inbound marketing aan. En employee advocacy, waar je het vooral hebt over het stimuleren van je collega's. Ik schrijf vaak ook, spreek en ben ook ondernemer. Klik. Nou, dus zoals ik in het begin aangaf, ik was zelf heel sceptisch als het ging om artificial intelligence. Ik ben al oud. Ik heb eind vorige eeuw nog meegemaakt dat het destijds geflopt is. Er zijn verschillende mensen die destijds ook AI studeerden. Maar daarna hoorde je er ook niks meer over. Dus nu zag ik de hype weer opkomen. Ik denk van ja, dat zal blijkbaar elke generatie wel een keer moeten doormaken. Maar ik was dus heel sceptisch. Tot ik begon te werken met DeepL. Nou, blijkbaar hoorde Freek net er al over. Ik denk dat er best veel mensen zijn die het inmiddels kennen. Het is ja, Google Translate on steroids. Als je ziet, die grafieken hier, die geven ook aan. Ja, dus dat zijn native speakers die dus aangeven hoe goed de vertalingen zijn van DeepL ten opzichte van Google bijvoorbeeld. Amazon vertaalt blijkbaar ook, dat wist ik niet. En dan zie je dus dat DeepL, een Duitse applicatie, overigens ook gratis, dat die veel beter vertaalt dan Google Translate. En ik stuurde laatst een Engelse collega nog een stuk tekst, wat door DeepL vertaald was. En hij zei van nou, Edwin, dat heb je goed gedaan. Ik zei, nou, dat heb ik niet gedaan, dat heeft de robot gedaan. En hij zei, ja, daar staat geen enkele fout in. En dat maak ik steeds vaker mee met teksten van DeepL, dat het gewoon heel moeilijk is om er fouten uit te halen. En als er fouten in staan, dan staan die vaak al in je brontekst. Dus je moet eerst eens kijken naar je eigen brontekst, of daar niet al de fouten in staan. En wat dan ook opvalt, is dat DeepL vaak, ondanks jouw fouten in de brontekst, toch begrijpt waar je heen wilt. En dus eigenlijk gewoon over je eigen fouten heen stapt. En dat is eigenlijk ja, het gevoel dat je krijgt als je met DeepL veel werkt, is van ja, DeepL snapt gewoon wat ik wil zeggen, waar ik heen wil. En dat was voor mij al heel bijzonder. Klik. Dus toen kwam ik daarna in contact met Jasper. En Jasper is dus een robot die je kan helpen met heel veel marketing teksten te schrijven. En zoals gezegd, sinds kort ook audiovisueel. Klik. En om even te laten zien wat Jasper kan ten opzichte van een mens, wil ik een voorbeeld laten zien van een blog dat ik heb geschreven. Ik ben in de zomer met mijn gezin naar Schotland geweest.
En daar hebben we ja, prachtige vakantie. Daar heb ik ook enkele blogs over geschreven. Eentje daarvan was over 10 filmlocaties in Schotland. Waaronder ja, Harry Potter, Outlander, noem maar op. En ik heb daar best wel veel tijd in gestoken. Ik wilde dat blog volledig was. Dus dat mensen niet konden zeggen tegen mij van Edwin, je hebt hier een belangrijke film nog gemist. Dus ik wilde graag een volledige blog hierover. Maar tijdens het schrijven had ik al het gevoel van, hoe zou Jasper dit doen? En de nerd in mij was dan super benieuwd. Maar de schrijver in mij die zou heel erg bang zijn dat Jasper het vrijwel hetzelfde zou kunnen doen in 2 seconden. Als je erop klikt op de foto, Bram, dat werkt natuurlijk niet. Nee. Wil jij niet in de presentatiemodus? Als je bovenaan klikt. Wat wil je? Ja, als je op de foto klikt, dan ga je naar een URL. Oké. En link. Hop. Als je bovenaan op play klikt, heb je daar niet. Nee, ik ben. Blauwe pijltje onderin werkt ook. Oh ja, dat rechts onderin. Zie je dat pijltje? Die. Ja, oké, maar die heb ik al openstaan. Alleen moet ik even een ander scherm. Ik doe even mijn hele scherm dan delen. Share. Ja, als je op die link klikt, en we filmlocaties in Schotland. Dan zie je dus het oorspronkelijke blog. Dus als je wat naar beneden scrolt, dus dan krijg je een beeld van hoe ik dat geschreven heb en wat er allemaal uitkwam aan filmlocaties. Als je nu weer terug gaat, Bram, met het pijltje terug, dan zie je als je naar beneden scrolt, zie je eigenlijk waar Jasper zelf mee kwam. En dat is het stukje met die aanhalingstekens. Dus ik heb Jasper heb ik de titel gegeven, 10 filmlocaties in Schotland, gewoon in het Nederlands. En hij kwam eigenlijk met het verhaal wat eronder staat. Hè. Dus hoewel Schotland misschien vooral bekend staat om zijn bergachtige terrein en grimmige weer, is het ook de filmlocatie geweest voor veel iconische films en tv-shows. Dus dat heeft hij allemaal, ja, puur alleen maar op de titel die ik dus heb gegeven, dus die 10 filmlocaties, dan gaat hij dit dus schrijven. En veel mensen die ik dit laat zien, die zeggen ja, dan gaat hij natuurlijk naar internet en dan gaat hij daar zitten kopiëren en plakken. Dat is dus niet als je dit probeert met een plagiaatscanner te bekijken, dan blijkt dat er dus niks van geplagieerd is. En wat ik begrijp van de makers van Jasper is dat ze dus, elk woord wat je ziet is dus individueel gekozen door Jasper. Dus het is niet zo dat hij knipt en plakt en die kopieert. Hij schrijft dus echt zelf. Natuurlijk is zijn kennis gebaseerd op internet. Blijkbaar hebben ze hem een training gegeven waardoor hij miljoenen webpagina's heeft gelezen. En dus 10% van het internet in zijn geheugen heeft. En wat je merkt als je ermee werkt, is dat hij dat gebruikt niet om te kopiëren, maar dat hij daarmee een soort van begrip ontwikkelt over hoe mensen schrijven en, ja, en hoe de wereld eruit ziet. Wat treffend is dat hij dus een lijst heeft gemaakt die heel veel lijkt op die van mij. Dus hij kwam uiteindelijk bij dezelfde filmlocaties uit als ik, voor een groot deel. Alleen bij puntje 5, St. Andrews, daar zie je 2 films die daar, voor zover ik weet, niet zijn opgenomen. Dus daar moest ik even onderzoek naar doen. En helemaal onderaan, de nummer 10, daar zie je Duns klapstoel. En dat is gewoon pure onzin. Tenminste, volgens mij is het pure onzin. En dat is eigenlijk heel treffend voor wat je krijgt van Jasper. Dat is namelijk dus dat er voor 80-90% dat het gewoon kloppende content is. Ook goed geschreven. Maar dat er ja, aan het eind toch nog een klein beetje onzin in zit. Als ik mensen hierover spreek, dan zeggen ze van ja, maar Edwin, dus heb je niks aan een robot. Hè? Want je kunt hem niet mensen door vervangen. En dat klopt. En dat is ook wat Vincent zei. Een robot zal nooit mensen vervangen. Je zult altijd nog moeten kijken naar de content. Je kunt de content van een robot gebruiken om, ja, als inspiratie natuurlijk. Het is om heel veel productiewerk eigenlijk over te kunnen nemen. Maar wat bijvoorbeeld ook helpt, wat ik merk, is dat je, ja, als je vastzit, hè, er komt niks uit je pen, laat Jasper een stukje schrijven en je hebt er inspiratie.
hebben ze, het is echt een tool om je te ondersteunen. Een vriend, zeg maar, een content vriend die je helpt. Dus kunnen we weer teruggaan naar de presentatie? Dan ja, even een ander voorbeeldje. Ja, dus mijn dochter heeft die werkt op een camping hier in de buurt, die heel hoge waardering heeft. En het stukje rechts wat je ziet, Camping De Paal, is met stip op nummer 1 de leukste kindercamping van Nederland. Dat heb ik van de website gehaald. Dus dat ene stukje tekst wat je daar ziet. Zij doet daar ook de marketing, dus ik heb haar ook geholpen hiermee. Dus inmiddels helpt Jasper er ook mee. En wat je kunt doen is bijvoorbeeld een AIDA-model. Dus wat je aan de linkerkant ziet, is het klassieke AIDA-model. Ik merk dat jonge marketeers niet weten wat het is, maar het is volgens mij al 100 jaar oud. En het is zeg maar het proces waar je doorheen moet als je voordat je koopt. Hè? Dus attention, interest, desire, action. En alles wat je daar ziet is dus geschreven door Jasper op basis van dat stukje wat je aan de rechterkant ziet. Ja, dus er staan dingen in die niet in dat stukje tekst staan. Als je naar de website gaat, dan haalt hij ook. Het is ook niet dat hij naar de website is gegaan achter je rug en daar wat dingen is gaan kopiëren. Het lijkt erop alsof hij een soort beeld heeft van wat een camping is. Wat je daar kunt vinden en dat hij dat vertaalt naar in dit geval De Paal. Dus je ziet daar bijvoorbeeld ook ja, glijbaan natuurlijk, want ze hebben een zwembad. Maar wat er bijvoorbeeld ook staat is minigolf of boogschieten. Nou, minigolf dat hebben ze daar, boogschieten niet. Maar het leuke is dat ik een tijdje terug mijn dochter op ging halen bij de camping. En ik zag mensen met een boog lopen. Dus ik zei tegen haar, van kun je tegenwoordig ook boogschieten hier? En zei ze, ja, ik had het met mijn baas over en die vond het eigenlijk heel logisch dat we ook gingen boogschieten. Dus eigenlijk is het best absurd als je erover nadenkt dat een robot niet alleen je P-promotie in gaat vullen, maar ook je P-product. Dus dat die mee gaat denken van, nou ja, eigenlijk hè, ben jij in camping, nou dan moet je ook boogschieten gaan doen. Dus dat hebben ze daar ingevoerd. Dit is dan AIDA-model even als voorbeeld. Even de volgende klikken. Een Facebook-ad, dus ook, ja, dus in 2 seconden schrijft hij dit. Die link die je ziet, die slaat helemaal nergens op. Die moet je dan natuurlijk vervangen door een link die wel klopt. Dus dat is ook gewoon bullshit. Volgende voorbeeld. Instagram-teksten, dus voor bij foto's te plakken. Ze heeft collega's daar bij De Paal die ook scripts schrijven voor musicals. En die inmiddels dus ook met Jasper dat doen. Het neemt echt een vlucht. En ja, vooral jonge mensen die pakken het heel snel op. Ik zag vanmorgen een student die 2 papers in de week schrijft met Jasper. En die inmiddels voor elk vak een E++ in Amerika. Daar hebben ze een ander model dan hier qua gradering. En dus elk vak haalt hij met E++ dankzij Jasper. Dus het is gewoon nou ja, het blazende zaak hoor. Volgende voorbeeld is. Ja, ook een verhaaltje. Dus Camping De Paal zei ik tegen mijn vader, ik sta niet voor kinderen. Ik was pas 9 en vond het geen goed idee om met al die kleine kinderen te gaan kamperen, maar hij stond erop. Ja, dus hij verzint gewoon een verhaal op basis van ja, wat je dus aan de rechterkant ziet. Het stukje tekst. En dat is best wel, best wel vreemd dat hij dat doet. ik vind het zelf, ik weet niet, misschien zijn er mensen die zeggen van ja, ik vind het allemaal niet zo bijzonder. Ik vind het bijzonder dat hij dus op basis van een klein stukje tekst van een paar regels, dat hij daar een verhaal op gaat schrijven. Volgende voorbeeld, als je, hier zie je dan een, bepaald moment heb ik als experiment voor gekozen om een onderwerp te kiezen. En dat onderwerp is herschrijven, er wordt... Per maand wordt daar 100 keren op gezocht, blijkbaar. Ik heb Jasper heb ik 6 blogs laten schrijven. En dat kostte me telkens iets van 5 minuten, zo'n blog schrijven. Je moet er natuurlijk wat knutselen voordat het klaar is. Die 6 blogs heb ik online gezet op mijn eigen website. En al binnen een week had ik dat ik opeens op dat woord rankte bij Google. Nog niet meteen hoog, maar dat ik uiteindelijk op de 25e plaats terecht ben gekomen. Toen ben ik gestopt met het delen van de blogs en daarna zak je natuurlijk weer terug.
En inmiddels zit ik nog, hang ik nog steeds rond de 20 volgens mij. Dus om te zien, eigenlijk om te laten zien dat je echt binnen een week of zo had ik al dat ik begon te ranken. Maar dat je dus met content van een robot ook SEO kunt doen. Volgende voorbeeld is, als je daarop klikt, rechtsonder op het blauwe pijltje, dan kom je weer bij een website. Als je iets naar beneden scrollt, dan zie je, dus dit is eigenlijk een experiment wat ik had gedaan om, als je hier even stopt, even kijken dat voor de reclame voor deze webinar, zeg maar, heb ik Jasper gevraagd om content voor mij te produceren. Het enige wat ik Jasper heb gegeven is, we organiseren op 20 september een webinar over creativiteit en content marketing. Sprekers zijn Vincent Merk en Edwin Vlems. Vervolgens gaf ik Jasper dus de commando's, en die commando's zie je daaronder. Dus Jasper schrijft een LinkedIn post over dit webinar. Dus puur op basis van dat ene stukje wat je daar net zag, krijgt hij dus dit antwoord. En wat ook grappig is, Jasper schrijft geen LinkedIn posts. Dus je hebt in Jasper heb je een aantal menu's waar je uit kunt kiezen. Dus dingen die het voor je kan doen. En dus hij schrijft Facebook posts en Instagram zinnetjes. Dus, maar ik vroeg aan Jasper van, schrijf voor mij eens een LinkedIn post. En het vreemde is dat hij dat dan gewoon doet. En dat is eigenlijk het absurde als je met Jasper aan de slag bent. Is dat je denkt telkens dat je met een computer te maken hebt. Maar eigenlijk kun je het beste met hem spreken alsof de mens is. En je kunt hem dus dingen vragen die hij officieel niet kan. En hij probeert het gewoon. En hij komt dus met posts die inderdaad wat zakelijker zijn dan Facebook. Die lijken op Facebook posts, maar toch wel iets zakelijker. Dus het lijkt alsof je snapt dat LinkedIn dus een zakelijker medium is. En dat baseert hij dus allemaal op die 10% internet die hij heeft. Nou, ook hier het AIDA-model ingevuld. Dus dat kun je dan bijvoorbeeld voor e-mails gebruiken. Bedenk een ridiculous marketing idea, dat doet hij dus ook. Dus het is ook een optie. Je kunt wilde ideeën laten bedenken. Nou, hij kwam met een stand-up comedian. Ik weet niet of jullie die nog geregeld hebben, maar dus dat is. Ik vind het raar dat een programma daarmee komt met wilde ideeën. Wat ik ook raar vond, is dat hij een verslag kan schrijven van het webinar na het webinar. Dus het webinar was groot succes, werd goed bezocht. De presentatie van Edwin liep vast. Even kijken, de sprekers waren interessant, informatief. Maar ja, dit is een vrouw vroeg Vincent hoe ze creatiever kan zijn in inhoudsmarketing. Die vraag heeft ze niet gesteld, volgens mij. Maar eigenlijk, ja, ik vind het heel raar dat dit allemaal achteraf, wat er allemaal nog in de toekomst gaat gebeuren, dat hij dat gaat bedenken, zeg maar. En ook een review over het webinar. Als je iets naar beneden scrolt. Dus ik ben blij dat ik het webinar over creativiteit kon bijwonen. Want dat valt me wel op, is dat het is echt een Amerikaans. De Amerikaanse cultuur zit wel in het product. Het is wel echt allemaal heel erg happy. En wat ik al heel bijzonder vond, is dat de taal eigenlijk niks uitmaakt. Dus als je het in het Nederlands doet, dan heb je dezelfde kwaliteit als in het Engels. Of in het Hongaars of wat dan ook. Terwijl normaal als je een marketing tool koopt, ja, dan begint het in het Engels. En pas jaren later komt er een Nederlandse versie bij spreken, die ook nog heel beperkt is. Maar deze tool is meteen al in heel veel talen beschikbaar en ook op hetzelfde kwaliteitsniveau. Dat vind ik ook best absurd. Dat zegt ook dat er een soort van begrip achter zit dat losstaat van talen. Maar goed, ja. Dus je kunt Jasper ook vragen om een reactie op het review te schrijven. Zoals je ziet daaronder. Hè, bedankt voor de deelname. En ook een kinderverhaal. Je kunt Jasper vragen om dus een stuk tekst uit te leggen aan een kind in groep 6. Of aan een kind in groep 8. Of aan een kind in groep... En dus dit is... Als je dus moeilijke juridische teksten hebt, dan kun je Jasper vragen om die veel makkelijker te maken. Dus ik heb bijvoorbeeld eens een tekst over een subsidie die heel complex was. Heb ik door Jasper laten uitleggen aan een kind van groep 6. En dan zie je in één keer dat het veel makkelijker kan. En dat hij dat ook in 2 seconden doet. Dat is best wel vreemd allemaal. Dus wat ik eronder ook schrijf. Hè, dus het is heel veel reacties van mensen. Is van ja, maar dat kopieert hij van een website. Dat doet hij dus niet. Hè, dus je kunt het checken. Hij schrijft blijkbaar elk woord.
maar misschien ben ik de enige die daar super enthousiast van wordt. Maar, als we even teruggaan naar mijn presentatie. Zoals ik al aangaf, ik ben op dit moment ook aan het spelen met de visuele kant van Jasper, dus Jasper Art heet dat. En wat ik Jasper heb gevraagd is van oké, je hebt Starbucks en stel nou dat Monet een advertentie voor Starbucks zou maken. Nou, daar komt hij met die linksboven. Als Mondriaan een advertentie zou maken, dan is die tweede Rembrandt, zie je daar, hè, mensen met een bakje koffie. Van Gogh is die vierde Vermeer, het koffiemeisje, zeg maar. En als je dan gaat kijken, als je kijkt naar de schilderijen van Vermeer, er is niks wat lijkt op een schilderij van hem. Dus het is niet zo dat hij een schilderij pakt ergens uit zijn geheugen en dat hij daar een beetje gaat zitten knippen en plakken tot er het logo van Starbucks in zit. Hij bekijkt de stijl van die schilder en die stijl die kan hij op een bepaalde manier kopiëren. En ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Ik heb natuurlijk geen computertechnologie gestudeerd, maar ik snap dat gewoon niet hoe dat kan. Linksonder Banksy. Dan heb je, hoe heet die? Warhol. Warhol. En dan heb je nog, even kijken. Ja, aan het eind heb je Breugel. Die is een Starbucks-filiaal. Dus die Starbucks-filiaal heeft getekend. En ik heb een blog nou bij Marketing Facts klaarstaan. Die komt morgen vroeg online. En daar heb ik ook Charlotte Meindersma geïnterviewd. Die kennen de meeste van jullie denk ik wel. Hè. Dus die is juriste. Die vindt het ook super interessant. En ik heb haar ook gevraagd van, stel dat ik dit nou online ga zetten. Dus het schilderij van Banksy voor Starbucks. Mag dat wel? En zij zegt dus van, nou, jij mag een huidig schilderij van Banksy mag jij niet namaken en doen alsof het voor jou is. Maar de stijl van Banksy kan hij nergens beschermen. Dus als jij content gaat maken in de stijl van een schilder, ook al leeft hij nu, dan kan hij daar blijkbaar niet juridisch iets tegen doen. Dus dat is natuurlijk ook een heel interessante kant van AI, het juridische stuk. Daar staat morgen dus in het blog ook van alles over. Dan mijn laatste sheet. Even kijken. Ja, er heeft iemand gevraagd aan Jasper van teken nou zijn zelfportret. En dit is Jasper, blijkbaar. Zo ziet hij zichzelf. Maar als je dat opnieuw vraagt, dan tekent hij iets heel anders. Dus het is echt niet zo dat er een ghost in de machine zit. Maar ik vind het best wel absurd als je met Jasper aan het spelen bent. Met wat voor intelligentie dat die komt, maar ook af en toe hele domme dingen. Dus het is echt niet zo dat, wat Vincent ook al aangaf, van dat het, vanaf morgen de mensen allemaal ontslagen kunnen worden en de robots overnemen. Maar het opent wel een hele nieuwe wereld. Je wordt er heel filosofisch van. Van wat betekent het voor de kunstwereld, hè? Dat je ineens weer Van Gogh's kunt gaan produceren. Wat betekent het voor NFT's? Want NFT's kun je nu miljoenen gaan maken bij spreken. Nou, dan zijn ze natuurlijk niks meer waard. Het is best dat zet je echt aan denken. En dat hoop ik met mijn presentatie in ieder geval ook bij jullie te hebben gedaan. Dus bij de laatste sheet zien jullie in elk geval een LinkedIn-icoontje. Dus mensen die dat willen, die mogen linken met mij. Als jullie vragen hebben over over deze presentatie of andere dingen, dan mag je me ook een mailtje sturen. Maar ik zie dat er inmiddels al wat vragen zijn. Laten we daar dan snel naartoe gaan, maar wel eerst even één vraag. Die blogpost van morgen op Marketing Facts, heb jij die geschreven? Of Jasper? Ja, die heb ik geschreven. Dus, okay. Oh, ja. Het is wel leuk dat je het zegt. Een van de discussies die er op dit moment speelt is, Google heeft in eind augustus een nieuwe update geïntroduceerd. En daarbij wordt er veel meer gekeken naar kwaliteit van content. En iedereen zei, dat hebben ze expres gedaan om de robots in hak te zetten. Maar er is vanmorgen een artikel, of deze week een artikel verschenen op Search Engine Land. Dat is zeg maar een hele bekende search engine blogsite. En dat is geschreven door Jasper. En daarin legt hij uit waarom dat risico er niet is. Dus waarom Google hem nooit een hak kan zetten. En het komt er in feite op neer van, Google, wat hij zegt, Google kijkt naar kwaliteit.
En of dat die kwaliteit is geproduceerd door een mens of door een robot, dat doet er niet toe. Google kan, er zit geen watermerk in zo'n blog wat door Jasper is geschreven. Dus Google kan het niet herkennen. Dus als het uiteindelijk een perfecte blog is geschreven door Jasper, dan zal Google het toch accepteren en hoog ranken. Ja, en ik vraag het ook, want ik ben hoofdredacteur geweest van Market Effects in de periode dat jij veel schreef. En we verbaasden ons wel eens over jouw productiviteit. We weten nu ongeveer een beetje misschien waar die vandaan komt. Vincent heeft zijn vinger opgestoken. Daarna ga ik de vraag in de chat af. Vincent, trap af. Ja, het was eigenlijk een vraag naar aanleiding van wat je zegt, dat je iemand die echt die juridische kant ook belicht daarover spreekt. Wat ik daar interessant vind, wie is de eigenaar? Wie is de eigenaar van wat er gemaakt is? Zeker bij kunst is dat natuurlijk heel, heel boeiend om te weten. Dus ik voel me af, is daar antwoord op gekomen? Ja, nou, daar zijn de juristen dus nog niet over eens. En blijkbaar moet er dus nu heel veel jurisprudentie worden geproduceerd over dit onderwerp. Wat ook een leuk dingetje is, er is onlangs in Canada een kunstwedstrijd geweest, waarbij één onderdeel was computerkunst. En daar heeft dus iemand gewonnen met een AI-tekening. Dus die heeft de eerste prijs gewonnen. En die zei pas later dat hij er dus een robot voor heeft ingezet. En ja, er waren natuurlijk heel veel mensen boos. Maar wat hij zei is van ja, jaren terug toen de fototoestellen waren uitgevonden en de eerste fotografen mee wilden doen aan een kunstwedstrijd, kregen ze dus het verwijt van ja, maar jij hoeft alleen maar op een knopje te drukken. Het is geen kunst. En hij zei, ik krijg nu hetzelfde verwijt. Hij zei, ik heb uren besteed aan het schrijven van de juiste prompt. En een prompt is dus dat zinnetje wat je geeft aan zo'n robot om te maken wat jij wilt. En hij zei, ja, ik heb daar echt heel veel tijd in gestoken om de juiste prompt te maken. En ja, dat is dus, ik zag ook al markten prompt. Dus dat mensen prompts kopen en verkopen. Dus nu er ontstaat gewoon een hele nieuwe manier van kijken naar kunst. Hierdoor denk ik. Wat Charlotte ook mij ook vertelde is van dat er dus juristen zijn die vinden dat de prompt de kunst is. En andere juristen die vinden dat Jasper de kunst heeft gemaakt. Dus het is ook weer een onderwerp van discussie tussen juristen onderling. Ja, ja. Interessant. Boeiende discussie. Ja. Zeker. Ja. Ank, die... vroeg, hoe zou je als docent deze contentvriend beschouwen als je leerling dit gebruikt voor papers, werkstukken? Vraag me af hoe je met zo'n tool nog creativiteit en kennis bij iemand herkent in de toekomst. Dus een beetje hetzelfde is als iemand dan een prompt heeft geschreven voor een werkstuk en Jasper poept een werkstuk uit, is dan een voldoende omdat die prompt heel goed is? Of, ja. Ja, dan verschuift inderdaad de beoordeling, denk ik, inderdaad naar prompts. En toevallig mijn oudste dochter, die is onlangs afgestudeerd. En die had dus het onderwerp van haar scriptie, had ze ingevoerd in Jasper. En ze begon bijna te huilen. Ze zei, hij schrijft hier gewoon precies wat ik zelf ook geschreven heb, waar ik een half jaar over gedaan heb. En dat maakt je dan ook, dan ga je ook weer denken van, hoe bijzonder ben ik dan? Als ik een half jaar over een onderwerp doe, en een robot schrijft in 2 seconden bijna hetzelfde verhaal, dezelfde conclusies. Dat maakt je dan ook weer, ja, dat zet je ook weer met beide benen op de grond. Maar natuurlijk, er zal heel veel weerstand komen vanuit onderwijs. Dus dat ze op allerhande manieren proberen om dit tegen te gaan. Maar ik denk dat het net als voor Google gewoon heel moeilijk is om het te ontmaskeren. Ja. Gaat het weer met haar? Met je dochter? Jawel, het is. Okay. Ze gebruikt er nu dus zelf ook heel veel. Dus, Oké, heel goed. Freek is Hollander, dus wat kost dat? je hebt het basismodel is $30, als ik me niet vergis. En dan heb je nog de boss mode, die kost iets van 100 per maand, sorry. Per maand, ja. Dus dat is best te overzien. En jij gebruikt dit ook echt al voor je eigen marketingpraktijk? Ja, ik vind het sowieso leuk om mee te spelen. Zeker nu met die art, hè, wat daaruit komt. Maar inderdaad ook voor allerlei toepassingen. En wat ik al zei, mijn dochter gebruikt het dus voor de marketing van de camping. Oké. Ger, die heeft $40 als tarief gevonden per maand te starten, volgens mij. Oké, en zijn er nog andere vragen?
Ik zie dat Jorrit netjes heeft bijgehouden. En ook alvast, terwijl je nog nadenkt over vragen, want die mogen gewoon nog. Maar in het laatste comment zie je een linkje naar een formulier. Want we willen graag weten wat je vond van deze avond. Dus als je dan dat nog wil laten weten aan ons, heel graag. Klik even op dat comment en je kan het ons meteen laten weten. Ik zag Cynthia stak de hand op en toen weer niet. Ik weet niet of dat per ongeluk was. Cynthia, als je vragen hebt, laat het vooral weten. Nee, volgens mij heeft ze net de vergadering verlaten, dus misschien was het verkeerde knop. Ah, het was een verkeerde knop, ja. Of ze schrok zo van de eigen hand. Ja. Oké. En even, wat ik wel als vraag had, en je beantwoordde hem deels al, Edwin, is wat je heel erg leest, is dat elke AI-tool uiteindelijk gewoon vooroordelen kent. Omdat hoe je zo'n machine voedt, en ik noem het maar even een machine, in welke vorm dan ook, dat bepaalt natuurlijk grotendeels ook wat eruit komt. En jij zegt al van ja, het is Amerikaans, happy the peppy, et cetera. Heb jij ook andere tools geprobeerd als tegenwicht om te kijken van joh, wat doen die? Of, qua kwaliteit of qua tone of voice of dat soort dingen? Mm-hmm. Ja, ik heb inderdaad, ik zie toevallig net Keer Nijkamp ook met DALL-E. Dat is ook een tool waar je foto's mee kunt maken en schilderijen. En ik heb gespeeld met Midjourney. Daar kun je dan 25 gratis schilderijen maken of visuals. Maar wat je ziet is, als je die naast elkaar legt, is dat ze wel een eigen stijl hebben. Dus dat Midjourney is vaak heel erg donker en fantasy en Lord of the Rings-achtige producten die eruit komen. Terwijl DALL-E is volgens mij meer richting foto's en fotorealistic, zeg maar. Jasper heb ik nog niet echt een eigen stijl voor kunnen vinden. Okay. En wat betreft AI voor teksten, dat is onlangs een blog van Copy Robin. Copy Robin heeft daar een blog over geschreven om de verschillende tools met elkaar te vergelijken. Dus die je in Nederland hebt en ook ervaringen van mensen. Ik heb er eentje geprobeerd, maar wat mij opvalt is dat ik denk wat Jasper in uitblinkt is dat het laagdrempelig is. In die zin dat je makkelijk dingen kunt doen. Terwijl bij andere tools, dan moet je bijna richting programmeren gaan. Dus dan moet je ook echt een verstand hebben van, en ook dat Midjourney, dat is, ja, dan ben je echt slash input. Dus dan ben je echt basic van vroeger aan het intypen. Dus ik denk dat voor Jasper wel, ja, het voordeel is dat het wat laagdrempeliger is. Ja. Oké. Okay. Even voor mijn beeld, van wie is Jasper? Is dat gewoon een commerciële club die erachter zit? Is het een universiteit? Of... Ja. Ja, dat is zo'n unicorn. Ja, want, ja, wie weet. Nee, het is zo'n unicorn, dus ze groeien echt enorm hard. En er zitten gewoon een paar programmeurs achter. Eigenlijk net als bij DeepL, er zitten een paar nerdjes achter die dat hebben ontwikkeld en die er ook nog steeds aan knutselen. Check. Oké, nou, voor geïnteresseerden, Thierry noemt nog als optie voor copywriting anyword.com. En Jorrit heeft net een link gedeeld naar de blog van CopyRobin, die Edwin aanhaalt. En als we het dan samenvatten, want het woord spelen is een paar keer gevallen. Spelen met AI, met Jasper of met DALL-E of al die andere tools. Die als je een beetje de tijdlijnen nog wel volgt en je Twitter nog een beetje kunt hebben, ondanks alle bagger daar, dan zie je regelmatig voorbeelden voorbij komen. Het roept inderdaad allemaal filosofische vragen op van joh, wat is nou echt? En je ziet soms wedstrijden van, de een is gemaakt door de mens, de andere door de robot. Welke is welke? Welke is mooier? Het is allemaal heel interessant. Het is misschien wel weer zo'n beweging waar we de komende 5 jaar in ieder geval heel veel over kunnen gaan bloggen. Of onze AI-tools kunnen vragen om over te gaan bloggen. Dat wordt helemaal meta. Laten we vooral in de gaten houden als marketeer, is dat nog wel onze rol om die voetbalspriet een beetje uit te zetten. Ik zie opeens nog wel één vraag tussendoor van Marlies die ik heb gemist. Gaat dit de rol van een content marketeer definitief veranderen, vervangen in de toekomst? Nou, dat vind ik een mooie filosofische vraag die voor de afronding. En die stel ik dan even aan allebei. Dus Edwin, Vincent,
De vraag van Marlies is, gaat dit, en dan eventjes het schrijven door tools, gaat dit de rol van een content marketeer definitief veranderen, vervangen? Ja, ik ben ervan overtuigd dat het een bepaalde rol gaat spelen in wat wij met name, hoe wij onze tijd besteden. Ik las laatst ergens dat wij gemiddeld per dag 2,5 uur aan het zoeken zijn naar dingen die we moeten doen of dingen die we moeten weten en zo. Al dat soort, ik wil het geen tijdsverspilling noemen, want zoeken kan af en toe ook heel veel inspiratie opleveren. Maar in sommige gevallen denk ik dat wij scherper en creatiever met ons hoofd bezig gaan zijn, omdat heel veel andere taken worden overgenomen door robots. Maar inderdaad ook uitgedaagd worden. Dat vind ik tof ook aan het verhaal van Edwin. Dat je dus op een gegeven moment een woord boogschutter ziet staan. En denk je, ja verdorie, waarom doen we dat niet? Ik vind dat heel tof. Dat ook, hè? Ik bedoel, inspiratie kan op alle manieren naar je toe komen. Maar als je open staat voor inspiratie, sta je dus ook open voor inspiratie van kanten waar je het niet verwacht. Dus ik ben er echt van overtuigd dat een grote rol gaat spelen. En het gaat ons met name helpen. Want het is logisch dat mensen eerst denken aan de gevaren of de verschillen van vroeger. Wat jij net zei over kunst deed mij denken aan een interview dat ik laatst zag met Timbaland, die producer. De muziekproducer, die zei laatst ook zoiets van, ja, de eerste mensen die moderne muziek uit computers hoorden komen, zeiden ook van, ja, dit telt niet. Nee, je moet piano leren spelen, vriend. Jij moet een gitaar pakken en leren stemmen. No way. Hij zei, dit is hoe mensen nu muziek maken. En daar moet je ook, zeker als creatieve geest, gewoon open voor staan van, het gaat anders, het gebeurt ook sneller misschien, maar het is nog steeds iets wat je in het hart kan raken. En ik ben ervan overtuigd dat robots dat op een gegeven moment dat niveau ook wel gaan halen. Maar uiteindelijk het hart dat geraakt moet worden, want lasers zijn geen robots, moet alsnog een mens zijn. Zo simpel is het. Ja. Wat ik zo mooi vond, het voorbeeld van Edwin, en daar gaan we niet naar voorbij, maar je liet natuurlijk heel veel visuele voorbeelden zien. Ik was nog het meest onder de indruk van, hè, hoe je creatieve visuele content kan maken. Dat woordjes, daar snap ik nog ergens wel. Hè. Je kunt dingen bij elkaar schapen en er zelf een interpretatie van maken. Maar die last selfie en die schilderijen in de stijl van, ja, dat kun je echt één op één in jouw in je content marketing inzetten. Je stokfoto database abonnement wel opzeggen, want je hebt veel, veel mooiere dingen voorhanden. Ja, dat klopt, want stokfoto's kun je onder elke stokfoto zitten alt tags, wat in de foto te zien is. En die kun je gebruiken als prompt om die foto zelf te maken. Nee. Dus je hebt geen stokfoto's meer nodig. Kijk gewoon bij Google afbeeldingen wat er onder die foto zit. En je bouwt ze na in een tool. Ja, handig. Ja. En nog even jouw reflectie op die vraag van Marlies. Ja, ik denk inderdaad dat het contentwerk wat strategischer wordt. Dus dat je veel meer marketingafdelingen en marketingmanagers gaat helpen met het maken van de juiste content. Dus met het kiezen van content en het kiezen van media. En dat de productie veel meer wordt geautomatiseerd. Want dat is denk ik altijd wat er is gebeurd. Naarmate robots meer werk van ons overnamen, is dat ons werk dan wat meer denkwerk ging worden. Ja. Nou, laten we het daar eens over gaan nadenken in ieder geval. Ik vind het een mooi betoog om nu met een afzakkertje misschien eventjes te reflecteren op de zin van het bestaan als contentstrateeg, zeg maar. Laten we hopen dat we er niet zo erg aan toe zijn als Edwin's oudste dochter bij het lezen van haar scriptie. Maar dan door Jasper gemaakt. Ik denk dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Als Poetin zich inhoudt op dat andere scherm, dan komt het vast allemaal helemaal ook in orde. En dan zien we elkaar hopelijk ook over 2 maanden gewoon weer terug. 15 november, ik heb het even opgezocht. Dat is de derde dinsdag van november. En we laten jullie tijdig weten of we dat dan weer via dit scherm doen of in 3D. En zo ja, in het laatste geval waar, et cetera. En nogmaals, als je iets van een idee hebt, als je zelf een verhaal wilt delen of als je iemand kent, een locatie kent, laat het Freek of mij of Jorrit of wie dan ook weten. En dan komt het allemaal goed. Dan nemen we contact op en dan maken we er weer een leuke avond van. En voor nu, dank voor jullie aanwezigheid en aandacht. En vooral dank aan Edwin en Vincent voor jullie inspirerende verhaal. En tot de volgende keer. Dank jullie wel allemaal. Leuk. Tot ziens.
Hoi, hoi. De noodschap voor contentstrategen. Het is wel een coole ringtoon, hè, om te hebben. Dat... Mooi, mooi. Wat voor toertje is dat? Dat is gewoon een app, voice changer of zoiets. Ja. Dus, mijn zoon zijn er dol op. Dus die jat ik even. Oké, okay, fijne avond mensen. En bedankt. Hey, hey. Bedankt. Yo, jullie ook bedankt. Doeg. Yo. Goeie backchannel, Jorrit. Oh. Het is weg. En dan weg. Is dus, nam jij op? Of nam... Ik nam op, ja. Oh ja, dan moet ik nog even stoppen. Stop ik hoor.